Twee hamburgers om weg te nemen, alsjeblieft. Nog iets? Iets voor die woeker. Wat van mij? Het is jij wat met zijn hoek maakt. Nee, zal dank je. Dan zei jij iets gaan beveelen voor iets putten. Hoe kom ik? Ik denk ze houden ervan. Ja, er om 10 zijn. Oké, dank je. Zeg maar, gaan jullie misschien naar de stad toe? Ja, hoe kom? Dat ik eens verwonder of ik misschien kan samenrijden. Zeg je baas, is haken nooit. Oké, we zijn een beetje haastig, goed. Ik is neutra. Wat moet je? Niks niet. Oh, is terug naar die zuid, mee met je meisje. Die pret is voorbij. Oeh, zwaar. Ga je mij daarom weer uit nooit plaats toe? Als hij jou nou gedraagt. Hey, dronkie. Wat is het? Wakker word. Waar is ons, hè? Maar die huis boezie, ben. Heel oké, collega. Ze moet zo zien, gaan ze mee weg, ja, jong. Opschrijf, jongen, ze is nog een passagier. Ach, moet die boel praten, man. Kom in, als je kan. Op hierdie manier gaat hij ook krampen krijgen waar jij nog met lekker krijgt. Recht! Niris, ik wil zeer dat ze gelijk bekend. Ja, finale jaar. Ik doe een hospitaaldienst voor die strijd op. Ik weet dat ik jou al bijna gezien. Klein wereldje. Ja. Waar wil je wees? Sommer hier. Ja, Jims. Je weet, ik hou me nog maar bezig met die plant van jullie oude boompjes, jong. Nogal bij interessant. Maar het meestal was in je plek om je nog iets anders te doen. Ja, ik ga nou zeer pas uit die hondenmoer nest, net zodra die voorbeur is. Ach, nou maar waar wil jij nou in al die jaren, man? Ik ga het voor mijn oude grondje kopen van iemands vleesse wereld of iwaster, ik weet ook niet. Ik wens, ons kan ook hier wegkomen. Ja, maar hoekom zet jij de hele grond ook niet in die markt? Wat denk je zoals je voor krijg, he? Daarom tenminste nog een nieuwerige soort van een huis, man. Je hebt het ook niet veel gekregen, die idiot. Huh. Maar ik kan daarom voor mijn oude grondje kopen. Ik denk dat ik een paar netjes ook bijkrijg. Ja. Ja, en dan wil ik voor mijn oude gaslandje aanleggen, joh. Gas? Wat wil je met die gaas maken, man? Ach, man. Ik wil die gaas nat leiden. En ik wil zien hoe dit groeit. Dan zeg maar weer erom, hoor. Ja, nee, maar je moet kon goed voor je hier maar voortgaan, joh. Ja. Klaas dochter zit altijd daggezegger, ouwens. Samen met de Durban toe gaan, ek is oud genoeg. Nie samen met de klomp takkar is soos Jinser en sy maats nie. Wat is ons beter as hulle? Ek het samen met hulle groot geword. Hulle is nie goeie geselskap vir jou nie, Winnie. Dis nie my skuld dat ons in Vrededorp bly nie. Maar is het dit nog nooit gesê nie? Big deal. Dink oor hy dokter word, hy skaas. En wat gaan gebeur as hy kwalificeer? Hy gaan julle net so drop. Sy suitcase pak en waai. Somewhere in Snapdown vir hom praktijk begin en is die laaste sien van julle heilige ou stiefseentjie. Wat laat u so dink, Ring? Ek weet maar net. Sy wil die naweek saam met Ginger hulle wegvoeter Durban toe. Ek het al klaar gesê sy gaan nie. Maar sy wil nie luister nie, Marius. Sy sal moet. En wie gaan my keer? Ek, as het nodig is. Jij en die ze al meer is drie, en dus is heel gaaf. Jees, ik denk dat ik al gebleid. Gaan ze het voor hulle? O nee, Marius, los hulle liever. Wat jy vir hulle gesê, Rie? Dat jy my wil keer? Maak spore.
dijkertje, hoor je? Waar wil je die? Te maken, ik zeg wat. En wat is je verschil? Kom eens zo. André. Hoe komt alle mans haat als gevolg van één, hè? Ik haat niemand. Louise. André, ons is goede vrienden. Kom eens uit, zo. Kan je helpen, zeg, normaal is, hè? Niks verkeerd met mij. Je is zo koud als een ijsblok. Louise, ons is volwassen mensen met volwassen hunkeringen. Ik meen, hel, ik neem je al 3 maanden uit en... Hey, ik verwacht een beetje meer. Beetje? Te veel. Maar is het dan een misdaad? Ik is niet wat je gedenkt het, nie, André. Goeienacht. Mevrouw De Lange. Ik zal kijken of ik een schof kan ruilen. Oké. Ik klim die aorta. Volgende jaar gaan doen. Ik zou wel eens kunnen proberen om naar een klein loopje te gaan. Dat je bij je ondervinding moet doen. Ja. Ik heb misschien een propositie voor jou daar in mijn contract. Dokter Meijer. Iemand blij? Ja. Oud vriend, hij treedt eerst als af. Zullen we een naweek gaan kijken? Iemand klopt vrienden zelf. Dank je, professor. Dus daarna bij die vakantie. Aha. Hoe lang ken jij van Marius? Nog niet lang, nee. Slangers in. Vrieselijk teruggetrokken. Ik kom daar uit. Ik zal proberen. Goeienavond. Ja? Ik is op zoek naar Marius hier goed. O, hij is niet achter. Dank u. Binnen.
Ik heb jou een boek voor jou gebracht. Hoe ben jij hier uitgekomen? Ik heb spionnen. Wil je niet zitten? Nee, dank je, ik klaar je. Glad niet. Is je klaar met die boek? Nee, nee, maar ik kan het later weer krijgen. Heet jij beurs? Nee. Ik bewonder je moed. Heb jij direct naar school was niet toegekomen? Eerst 2 jaar van werk om te sparen. Wel, je is amper daar. Als er iets is wat mij kan helpen, moet je niet zeggen. Ik waardeer het. Dag Louise, lekker slaap. Wie is zij? Een vriendin. Ze is de dokter. Een lukketje. Paar geld zeker. Wie is zij? Ik moest slagen, zei Rini. Is jij Kinopa? Het is laat, ik heb het werk om te doen. Jij is Kinopa, hè? Surprise, surprise! Happy birthday! Jullie is laf, is eerst vrijdag. Ontmoet vroeger of later begin. Wat drink jij? Koffie, wat ik zelf van maak. Mm. Ach, ontspan, jij is moeg. Jullie ongezellige eerst, want het geen respect voor werken. Te veel geld en te min plichtsbesef, dus. Er staat party zaterdag, Louise. Maar skip me nog, kom. Papa zal zeker jou ietsje stuur. Ietsje zei. Als een Rikje Opperman van zijn dochter en haar deurluchtige vrienden. Hij had de party gooi niet, dan jij in die jetset uitgeschoten. Ik zie jullie wat. Kom eens gaan in naweek iemands vlijt toe. Waar is het? In die Laafveld, na bij die Wildtuin. Professor Hartmans plek, lieflijke plek. Jullie is allemaal mijn gasten, carte blanche. En à la carte. Ben. Zie jij mijn gezicht? Je besluit. Ik heb het gezegd. Luister, man, het is een super uitnodiging van een super girl, hè? Ik kan niet, man. Ik heb mijn werk bij padkapje verloren en gesukkel teruggekregen. Je weet het toch zelf? Het is zaterdag, dus bezig als de dag. Luister, Balletje, wie wil je van die hand wijzen? Ik heb het verstaan. Boy, oh boy. Dat ook nou zo stupid kan wezen. Luister. Ik heb niet een rijpaan, ik heb het niks in de vriend. Oké, ik heb maar naar die boodschap mogen geven. Hoor je met mezelf gaan verduidelijk, hoor! Maar dat is Louise hier. Ze is op café toe hier nabij. Jij moet Marius wees. Dus waar? Ik zie wat zij bedoelt. Wat bedoelt dit? Nee, niks. Ze zegt dat jou raak beschrijft. Raak, hè? Ik zei. Wel, jullie het al bij mis. Ach, luister, ik heb niet bedoeld om me. Heb je een boek gebracht? Heb je besluit om samen te gaan? Nee. Stel er iets. Blijkbaar dat je nogal mijn raak beschrijft volgens de reactie van je kameraman. Wat bedoel je? Nou, stop meneer, alsof ik iets is van die katten aangedragen. Je maakt het fout. Nee, als ik te doen heb met die high society van die campus. Is hij niet een klein beetje oorsensitief? Nie? Zie je dit nou mijn gitter laten voelen? Dat is al wat ik nodig heb om op mijn verjaardag onnodig ontsticht te worden. Verjaar je vandaag? Maak het redder zaak. Mijn beschrijving van jou en Rita was baie raak. Alles behalve herhalend. Jammer.
Ik heb gezegd voor jou vandaag. Nou, bij geluk. Dank je. Smoer ik je nog aan het dicteer. Beloof je? Heb je dat voor een gekke? Here we go again. Wat is het nu, Marius? Hoe is hij zo anders? In jouw gezelschap is ik altijd anders. Wat is dit dat je zo omkrap? Jij. Die bank heeft gevoelens. Voor die gevolgen misschien. Zolang ons altijd weet waar je is van? Je weet eigenlijk niet veel van mij. Ons is nou allemaal ons verleden. Drie speel. Oké. Okay. Nee, man, je ziet maar kennelijk zijn dinges. Nee, maar jij is. Lapis, gooi ze screwdriver, China. Dat lijkt ik voor jou, hè? Lapis, maak grapjes. Kom, want hoe is ons voor deurs toe. Wat van Teeny Weeny Rini, gaan ze samen? Ik is niet gepland. Die lieg, je is niet bang voor haar boetie. Wat haak je op, papa? Ik haak je op, papa. Struus wat ik haak je. Oké, man, net een joke. Maar wat van die wise en die wave force, hè? Ja, zij boom, hè, dat is al. Nee, bang. Ja, Struus Bobber. Why? Ik heb hem klaar change gegeven. Wat meen je? Ik meen wat ik meen. Yes, ik krijg je punten. Ja, yeah, somebody else also. Petus. Ja, alright, hè? Oké, ik zeg niet. Nee, maar te zucht, baby. It's a good life. I see hope. Jean, zeg niet iets hier zien. Ja? Think not bad news. Misschien niet dan af. Is niet wat hij ons vertelt, nee? Shut up. Oké, sweetie, eerst die slechte nieuws. Hoe zal het lijken om pa te wezen? Moet niet gaan hier. Is het slechte of goede nieuws? Voor jou of voor mij? Wel, voor ons allebei. Hé, Jean? Ik kan mij niet worden, nee. Jij bedoel? Ik kan mij niet worden, nee. Jean, wat gaan we doen? Niks. En ik? Het is jouw bad nieuws. Niet mijn nieuws. Maar eerst gaan krijgen mij dat boompje wat ik jou gisteren geweest heb, jong. Kan ik staan komen? Is je wel? Je ouders is bij gaf. Blij, denk ze. Lek me jij en je maas bij na mekaar. Dat is eigenlijk mijn pleeghouders. De aangeneem toen ik nog baie jong was. Ik is eindelijk baie dank aan hulle verskuldig. Ik verstaan er baie meer dingen. Dus kom maar net die oomlik, he.
Jy meen? Jy moet my help. Maar kan nie. Jy moet, Marius, jy moet. Wie was dit? Ginger? Weet hy? En? Hy het net gelag. Het pa hulle? Verkeerd, Marius. Moes nie. Hy, ek denk ek moet aanstaltes maak. Baie dankie vir die gastvryheid aan my. Kom gerus, Leerkind. Dat is niets verkeerd nie. Ek is doodseker. Hey, ek het jou boom nie vergeet. Ach, hemel, oom. Ja, vrouw. Louis, wat kom my boom met boom? Seker. Moenie! Voeg uit! Ek wil my ons verhelpen. Louis! Wat toch, wat toch, wat toch? Jy my hoog getal gesien. Wat moet jy die kip aan, jong? Wat is dit nou? Dokter, sal jy my help? Is daar iets wat oor jy wil praat, Arwin? Ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie, maar onthou net een ding. Niks is ooit so erg dat jy jou lewe moet beëindig nie. Hoe sal jy weet? Nee, sreg, ek weet nie. Probeer onthou wat ek vir jou gesê het. En met jy dus hoor. Dit was net as jylle wees gewees. Ek dink is hierdie junior bezigheid. Hy sal hy oorkom. Hierdie ginger sal hy nog in die moeilikheid bring. Hey, jy moet iets doen. Wat? Is nie ek kwijt nie. Jy ken toch mense? Is jou problem, Jolie? My broer gaan jou kom kry, Jean. Okay, waai. Ek sal iets uitvind. Kan ek saamkom? Ek gaan jou huis toe nie. Okay, kijk. En toe? Het is okay. Wat? Ek sê moes is alles reg. Jy bedoel jy... Dit was toen nie so'n... Is jy seker? Sure, dokter. Waai, ek wil aantrek. Waai! Jy moes klaar gesê. Ah, dat is het totaal wat doen. Gebois, ek is jammer. Blijf maar lekker.
kan het niet. Ja! 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 Verstaan hem. Een man met een beetje ontspannen ook, hè? Ik heb niet hier. Je hebt je maat gepakt. Wat hier man? Ons de elf of jou, beter job. Wat is dat? Zullen we ons om nu vertellen of later? Misschien daarom een keer, voor heb je ons blijkt. Kroegman bij die buitenklap. Van 5 tot 10. Met pa's voorzitter, hij zei is oké. Okay. Zie maar aan de skof, hoe lijkt dit voor jou? Wel, dat is hoe pas het eerst laatste keer. Net een oomlik, ou kerel, dan herhaal je dit. Moeder, kom alsjeblieft in. Herhaal dit nou, voor een getuie. Wat is het nou? Hij beweert dat moeder het gesê, die commissie is ingesluit in die 2500 rand. Boch, het is dan die koopprijs. Maar die commissie was en gesluit in die koopprijs, dis as ons gepraat het. Een misverstand. Dat is wat ik zei, getuie of trot. Dat is een blerrie skelmgeit. Ik het lis en vat die ou man hof toe. Ach, laat die gedeelte toch. Ons het die check. Wie is die gebeente? Is ek miskien jou gebeente? Jou ou geraamte. Pa nou, of ek roep die polisie. Jou ou verdomde horrelpoot Christmas kalkoen wijfie. Wat is jou snacks? Wel, niks. Zo half uur, die moet verskoon, ek moet iemand gaan ontmoet met my spreekkamers, ne? Ach nee, wie kan dan so belangrijk wees? Oh, dis my mondelike opvolger, mevrou, jy dokter Opperman van Johannesburg. Dokter Opperman is baie welkom hier by ons. Hoe laat kom ons, nieuwe dokter? André het gesê, ons ontmoet mekaar so by 3:00. Gaan ontmoet jy dan ons ere gas, André? Nou maar goed, as jylle my so verskoon. Nou maar baie dankie, André. James! Hallo, oom Mohammed. Marius, jou sien, wat soek jy in hierdie kasarm in ons vlei so ver van die molsgaat af, hè? Nee, oom, ons is net klomp studenten wat by dokter Hartman kom uitkam. Hmm. Maar kan ons is eigenlijk op zoek naar dokter Meijer. Kan oom my sê, waar is die spreekkamer? Waar kan ons hem kry? Ah, dokter Meijer, kyk, dis vandag saterdag. As jy hom nie by sy huis kry nie, dan sal jy hom by sy ander huis kry. Dit wil sê by die resout. Waar is hulle, oom? Waar bly hulle? Waar hulle is daar waar een pouwijfie haar pronkster deursleep en achter haar aan haar kerrykuif kuit het. Praat van die duivel! So
voor mij. Is een van jullie misschien dan dokter Opperman? Hoe gaat het, André? Louise, maar wat maak jij? Maar natuurlijk is moest nou een dokter Opperman, hè? That's right. Ik dacht, je is een man. Rechtig. Ik bedoel, luister, volg mij. Goed, dankie. Gezels jullie nog altijd bezigheid? Nee, ik denk het zo dat zij afgaan, André. Maar ik me net de oproep hier schakelen naar mijn spreekkamer. Dus kom eens, blijf. Dus kom eens. Zeker, dokter. Tot ziens, dokter. Dank je, André. Wel, is het goede nieuws voor ons, dokter Opperman? Wel, dokter Meijer is baie tegemoetkomend, meneer. Zo, maar niks is nog finaal. Een heel dronk op die opwindende vooruitzicht van een beeldschone dokter in ons midden. Dank je. Dokter Hugo. Hier is niet een drankje nie. Ik is eigenlijk nog niet dokter, mevrouw. Dank je, ik drink niet juist nie. Zo is hij verkies. Het is een wonderlijke voorrecht om zo'n groot groep van ons voorste jong mensen vandaag hier in kleinerende heen. Van waar is hij, meneer Hugo? Johannesburg. Ach zo. Ik ken een professor Hugo. Hij is hoogleraar bij Wits. Welke familie van u? Nee, mevrouw. Dokter Wijnand Hugo. Die kunnenspecialist. Ik geef op. Ik is blij. Een beetje onafgerond is ons niet, Sintie. Jij zal ook wees als jij uit Vredendorp komt. Antie? Die man schrijft in jou. Het heeft mij 200 rand gekost op een bankrotveiling. Dat is tenminste 10 keer zoveel waard. Mooi, hè? Mm. Is er iets fout? Nee, niks niet. Hoe kom? Kom. Ik zie je woordstellen, toen raak je ze me weg. Een mens voelt partijkers, hè? Het is ook zo eenzaam een mens partijker kan voelen tussen een woorden mens. Maar vrienden die altijd wegkomen, is het niet? Net van partijmensen. Ja, hoor. Hij wil graag ons voor slaapdag. Hé, hey, voor slaap gepraat. Wie slaapt waar? Hé, hey, dit klinkt jolly. Ah, die man zit elke keer rond de en ons drie slapen in het gasthuis. En niks noemt. Ah. Zullen we zien de geniet je dit hier? Vooral omdat jij is. Ons raak allemaal betrokken. Lijkt of ik dat in strijd. Het ene keer wil ik proberen, andere keer wil ik hier niet. Wel? Monique.
ding wat hem genoeg het. Hallo, André. Yes, yes. Hallo daar. Hallo, André. Ja, goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Hallo, André. Ik heb eerst achterna gehoord als je verjaardag vandaag. Veel geluk. Dank u. Hier is iets wat je hopelijk zal teruglopen naar iemands vlijt. Ik weet niet wat om te zien. Moet dat niet? Nou, hoe lekker met de drankje, kerels? Ja, zeker. Ja. Moeder het voorgesteld dat je bij ons komt inwoon. Als ik kom, André. Was er problemen waarmee ons kan helpen? Ik twijfel. Ik heb eindelijk met Louise gepraat. En lang genoeg. Marius. Het lijkt me je geniet het om mensen af te jakken, hè? Soos vir moeder vandag. Wat is dit? Vra hom. Nou, ek moet ry. Sien uit na jou koms, Louise. Hou net 'n bietjie hier. Ek is jammer, André. Mens word nie altyd aan jou vriende geken nie. Tot ziens, meisie. Tot, André. Het is onnodig, Marius. Waar vind je mij een pijn? Jij is jaloers. Als je mij reden geeft. Sukkel het begin, hè? Sukkel nog maar altijd. Nee, die laatste ruk. Zien het aan jou werk. Het is niet tijd wat zo min is. Ik hoop Louise besef het ook.
jou laatste waarschuwing, jou toch. Hoor je mij? Ik hoop hulle breek jou nek. Diezelfde geldt voor jou. Wat kan jij doen? Luister, ik kan je dansen bel. Hulle kan je kom halen. Vloem erin, ik kan je politie al gekryd. Jij is onder 16 in Junior Roodboom. Je beter nou luister. En je girlfriend? Gaan je haar ook aanklaan? Of wil jij ek moet doen? Wat? Louise, wat sy gedoen het. Gaan vraag haar, weet jy gedink het my gehelp? Ek kan net kom hallo sê, man. Goed, jy het, gaan nou. Ek is nog lief vir jou. Dit is jou probleem. Kom, ons geef weer een gang. Het is voorbij. Kijk, kan ik weer komen? Zonder dop. Nee, Gijsbert. Net op zonder dop. Hoe kan? Ik kan een skim vat, mevrouw De Lange. Maar... Wat is dat, Louise? Wie zijn? Gijsbert. Gijsbert wie? De Lange. Hoe komt dat bij jou, mevrouw De Lange? Hij voelt zeker ik is nog. Is nog wat? Mevrouw De Lange. Zij vrouw. Het jy nie geweet nie? Nee, het nie geweet nie. Ek was getrouwd. Met hom? Maak het saak met wie? Ek het gedoog jy weet, Marius. Jy lieg. Ik zweer, reg in die begin het ek vir jou gesê. Jy het vir my niks gesê nie. Ek het dan al verwys die dag van my verjaardag, het ek nog vir jou gesê. Toen jy vir my gesê, jy hoop ons albei weet wat ons doen. Jy het gepraat van een risiko. Ja, ja! En jy het nie gesê dat jy getrouwd was nie. Wel, nou weet jy. Is een rampspoedige huwelik, net een paar maanden van hel en ontnuchtering. Ons was bieren, altijd baie jonk. Ons ouders het gedink is die rechte ding. Hoe van verskyn het dan? Gijsbert, ander hoe sou nou ek? Liefdesnaam, Marius. Liefdesnaam, maar dis nie leen nie. Maar gepraat wel eens. Excuus? Jy lieg oor die verlede, jy lieg oor die heren. Wat doe jy? Wat van Rennie? Wat van Rennie? Jy het nie ethiek van een pere, dokter Louis. Geen morele beginsels nie. Seer is ingesluit. Wat verkeerd? Is het Marius? Jij het hem baie lief, nee? Ja. Vooral nou. Ik verwacht zijn kind. Is jij zeker? En ik ga hem behouden. Weet hij? En hij moet ook niet. Zij
Margaret. Sammy. Voor wat is hier zo kat op, hè? Voor jou met die girl getrouwd, of wat? Oké, man. Oké. Is het uitgemaakt met Louise? Hoe kom? Niet gezien. Niet gezien, we gaan nooit weer zien. Hoe laat me is die? Zeker al op pad.
genotvolle vriendschap. Voorwaardelijk. Louise, ik had gedacht, jy kom niet meer. Ik heet appel niet. Als gevolg van daardie aand? Ach. Als gevolg van baie dinge. Moeder weet alles. Ik het haar vertel. Dat ik geskei is? Alles. Mijn toekomst en mijn geluk is ook haar. Nee, ze weet niet alles, nie, André. Huh? Eindelijk heb ik hier naartoe gevlucht. Het zal mijn pa's hart breken als hij het weet. En ik ga hem behouden. Zal je mij helpen, André? Ik luister. Ik vraag niet die onmogelijke nie. Toch. Ik vraag jou om je ma en alle andere mensen te oortuig dat ik nog niet geskei is nie. En dat die baba, je weet wat ik bedoel. Is het te veel gevraagd, André? In die licht van die vriendschap waarvan je gepraat hebt? Nee. Nee, dat is niet. Kom eens rij. Dus hoe kom je hier naartoe gekomen? Ik was eerlijk met jou. Marius? André, kom eens rij. Is dit? Zeg mij, is dit? Mm-hmm. En jij wil die baba behouden? Omdat je hem nog lief hebt? Net of zonder je hulp, André. Goed. Ik zou je helpen. Zo ver het in mijn vermogen is. Waar is die wat maakt van voor? Feitelijk weer. Heb je al besluit voor je volgende jaar gaan doen? Ik kom volgende jaar weer gesluit om hospitaal te moeten. Zonder wie bij ons. En hier vakantie gaan je rustig hoor. Ik moet iets doen om ik bezig te zijn. En om je verlangen te bevechten. Wie jij? Hij daar gloeit niet zo geloos, heel dag dronken rondgereden juist. Domme kut. Ze heeft meer moed als ik. Maar ze gaan blijkbaar nu met André de sou uit. Maar
Terusam. Maar ze is nog niet eens geskei nie. En die saak het nou onlangs voorgekom, man. Arme kind. Maar weet je wat denk ek? As twee sê hulle sê, ach man, jy weet wat jy weet. Ek sê moest dat selfs André Rousseau sal vir daai kind een beter pa wees as sy eie tronk en familie. Meneer Malang, u kan nou maar deurgaan, dankie. Binnen! Middag, oom. Dag, dokter. Wat kan ik vandaag voor oom doen? Nog steeds jou hoesie, oom. Jy moet vir my 'n ander prescriptie gee, dokter. Daai goed help niks. Ons sal maar weer 'n bietjie moet kyk. Gaan slank deur en trek oom vir my uit. Huh? Hoe nou? Nee, die hemd. Kom, sit maar so met my hier, jou. Jy moet mooi diep inasem en weer uitasem, hoor. Goed, inasem. Uit. In. Uit. Weer, in. Net so oomlikie oom. In. Uit. Daar sy. Nou gaan ons achter luister. Om ons kon net te lunne gesag, hoor. Net inasem. Uit. In. Uit. Sê my, het ontpijn in die bors? Nee, dit vreselijk pijn, dokterkie. Dan sal ons maar moet laat ekstrale neem, hoor. Ekstrale? Ja. Dokterkie, sê my toch. Is dit waar wat ek hoor of is dit nou nie waar nie? Dat jy in daardie oliekuif dat jy 'n trouplan het. Wie? Dis van klein Rousseau wat ek nou praat. Hoekom vra my so iets? Vra is vry en goeie advies ook daarby, maar laat ek dit vir jou vertel, dokterkie, daar is so 'n ding soos from bed to worse. Hoekom haat oom die Rousseau so? Dis hulle wat my uitgeroei het in hierdie dorp, en vir ander mense ook. Dis waarom hulle vandag so ryk is. Die stomme mense wat hulle beroof het, en die meeste met grondtransaksies, laat ek dit vir jou vertel. Oom, ek gaan nou vir oom een nota gee, dan vat oom het hospitaal toe om te gaan ekstra hulle neem, hoor. Goed, ek weet waar is oomse huis, so net so draak die plate heen, dan kom maar vir daar te draai. Dankie, dokterkie, en onthou maar wat ek vir jou gesê het. Goed, tot ziens, oom. Ek het vastgestel dat jy nie 6 maande moet, maar 6 jaar gelede al geskei is. Ek noem dit omdat André die gek idee in sy kop gekry het om met jou te trou. Het is niets van my. Seker sy slymerende beskermingsdrang wat skielik wakker geword het, ek weet nie. Moenie hom aanmoedig nie, Louise. Het is eerder anders om, mevrou. As jy my sal verskoon, ek is baie besig vandag. Tot ziens. Christmas kalkoen.
Morgen, James. Zeg mij, wat denk jij van die vrouw, die nieuwe dokter? Skaamteloos zou ik zeggen. Skaamteloos? Daar is grote zones als dit. Soos om te oordeel. Kan jij een klip laten gooien, kan jij? Ja, maar ze hoeft niet hier dokter te wees, nie. Nou, wie is jij nou uit de middag om zoiets te zeggen? Ons is het niet gewoond hier op iemands plein, nie. Gewoond niet, hoe kom? Wat je niet goed is, goed, dan krijg je ander dorp niet. Wel, ik heb gezegd om niet bekommerd te wees waar ik ooit weer achterlang, nie. Zo heb ik die inflammatie, dus al. Hai, ik moet rijden. Dat is nog mijn werk voor. Jij werkt kap ook glad te veel voor iemand in jouw conditie, doktertje. Vooral een sokken weer. Ach, wat kan een arme, gescheiden spartelende ou meisiekie nou eigenlijk anders doen? Het hy, het jy al toe geantwoord. En nou? Nou, gaan ek lekker is as die baba hier staan. Al gedink waar die kleindingse van gaan wees? Ek eet mis van, oom. Ek praat van sy paase van, Louise. Ek kan nie sy paase van kry nie, oom. Tot ziens, oom. Die kindse van, luister wat ek sê. Hy moet so waarachtig nie rassou wees nie. Thank you.
Koffietjes, nie? Annie, dank je om. Ek het nog heel wat werkjes bij die woonstel, nou ook is een beetje lastig. Ach, jy is ook altijd zo hastig, vrouw mensen. Ons kreeg niet kans om ordentelijk te gezels nie. Hier in Avik gaan ik ontspan. Ek gaan morgen een beetje kloot toe rij. Ja? Hoe lijkt het? Wil oom een beetje saamrijden? Jawel, hoe zal ik nou sê? Wil jy ek moet? Natuurlijk. Ek kom morgenochtend terug oplaas. Nou, moet ek iets saamrijden? Nee, natuurlijk nie. Net om sy gezelskap. Tot
tot ziens, Louise. Van die begin af was ik weer één ding helemaal zeker. Ik ga mijn babbel bouwen. Eerst was het niet omdat het zijne was. Het is blijvens. Soms. Later had ik gedacht, ik zou iets helemaal meer zeer te maken. Vanaf die babbel daar is, verlang ik al meer naar. Maar waarom moet ik oom daarmee opstaan? Het is genoeg uit, oom. Nou gaan ik daar voor ons twee lekker vleesje draaien. Praat naar mij, kind, praat je waard uit. Ik luister. Wat zoek jij hier? Het is jouw Louise. Ja? Ik wil bezigheid met jou praten. Alweer? Laatst het ik feitelijk zonder hoed en broek daarvan afgekomen, weet je? Moet niet zo banaal wees nie. Ik wil heer jou met Louise oreert om André uit te lossen. Nou luister, ou pauw wijfie. Laat ik nou voor jou zeggen. Ik zal jou betalen. Als jij die oorige zin van jou kan oorreed om voor Louise uit te los, als het naar die geld gaat, het zo waarachtig. Ons kan samenwerken, in hun albei se belang. Hoeveel? Die geld, wat jij voelt, jij hebt verloren op je huistransactie. 250 rand. Wat ze waarborg heb ik? Wat ze waarborg? Diezelfde waarborg wat ik gehad het, ik het maar net jouw woord gehad. En nou het jij mij woord, behalve ik het van jou een skewe woord gekregen. Van mij kreeg je rechtheid woord, ou dier. Die check is vooruit gedateerd 2 weken, zoals je ziet. Is alles alright, ou dier, is alles alright. Ik kan jou garantie, jij gaat niet broekloos uit hierdie affaire uitkom nie. Die stamina oor van vanavond se klipdans, hè? Want ek het jou gesê, kan nie. Ach, maar ons kan elke nou en dan gaan inloer, hoe gaan het met die baba? Reg, maar ek... Ja, ek sien nie hoekom ons die vriende kan wees nie. Nie? Ja, ek weet wat jy bedoel. Moeder. Maar sy voel nou anders oor dinge, Louise. Sy begin nou besef, sy kan nie ander mense se lewens beheer nie. Ons het die ding goed uitbeklei. Want ek sê vir jou dankie sê, nie. Ai, ek moet ry. Ja, is haar sienkie se bad tyd. Kan ek jou later weer bel? Oor vanavond. Ach, toe man, al gaan ons net vir 'n uur of wat. André, jy het die ontspanning nodig. Ja, het is maar sleg lyk as die voorzitter van die klub daar aankom sonder 'n nooi. Toe Louise, asseblief. Goed, ek beloof, ek sal nie een oomblik ernstig raak nie. Tot jy weer 'n paar drankies in het, dan is dit weer... Nee, nie een nie, nie eers een nie, ek beloof. Daarmee later? Nee, ek wil nou weet. Ek het nog nie vir Katie gevra of sy sal inbly nie. Katie? Ja,
kijk mooi naar die kleinbaas vanavond, hoor. Okay. Die nonnie gaan samen met mij dansen. Okay. Jij. Wat doe me niet voel en wat die mensen zeggen, gaan mij niet aan. Nie. Als ze ja zegt, trouw ik morgen met haar. Dat is heel wat op je spel, André. Al wat ik hoor is dreigementen. Bij het je meesten, maar voor jouw eigen best. Dat is bloemen afpersen. Ik was als een kind behandel. Zo kom een kind naar zijn ouder moet luisteren. Laat ik voor die vrouw mee zeggen, hey, kan moeder het niet verstaan niet. Maar is jou. Maar jij is nog steeds die zuster. Nee, is hij. Oh. Hij is bij hospitaal. Oh, was hij dan ziek? Nee, hij is met een dokter, die strijden. Oh, dokter bij die strijden. Hm, ja, wel, het is die kant dan, hè. Wat ziens. Oké, Kirik, dank. Satje. Jij ging ons daar voorbij. Zo? Nou, wij zien wel ze best of iets. Hm? Ah, oké. Ja, jullie bij. Gaat die op les als je begrafenis ondernemer niet? Hé! Moet jij nou aan ons onderzoek, moer je verpakken? Ik blijf het dan niet maken. Ja, oké, op die dop, op die dop! Ik geen idee om op te Ja, dus jij dan nou schoon wat bodder, man. Oké, kom. Luister hier, jou wat uil. En dan gaan ze hier krijgen, je van mij gaan verongelijk. Wat ik heb, dat ik mocht er jou blik laten van elkaar. Oké, woman. Oké, kom op. Waar kan ik tot terug gaan? Ach meneer, dus bedaar zijn opdracht, want die daar is niet goed. Dank je.
100 milligram. Atropin 0,6 milligram. Hastig, Wetelsjen, hastig. Dag, oom, dag. Het oom lekker gereed. Kom, oom. Is dit weer jij, jouw moerneker, wat? Zoek jij hier? Wijk, Satan, op, ik skop tot dan naar jouw gormgat af. Hé, kom, oom. Lekker reise dinge, sy het my wel by die hospitaal gebring en daarvoor moet ek sê miskien dankie. En dan sê ek ook dankie, nou goed ek, jy duivelsdrek. Kom, kom. Gehoor het, De bumfeeling, hè, Obert? Ons kind nie, wat kan help. Nee, jong, my Obert, het doet jezelf uit. Om hulle te maak is easier. Oké, papi, oké, dit is live, man, dat is live. Hoe gaan het, papi? Huh? Hallo, papi. Nee, wacht, ik wil, is toch gewoon maar laat me! Nee, op zo'n wacht, man. Ga naar jouw girl toe, man. Lee. Kom, Jim's home met was. Dat is mijn... Wacht niet, maar is maar wacht me. Wacht niet, man. Maar is... Ze zijn gewoon... Hij is net net. Hij is stil. Oh, no. Ik zei, oor de wees, zij heeft mij geholpen, het was niet eerst nodig, nie. Samen met André naar die buitenclub. Bye, dankie. Net tot ziens.
Waar is die baba? Bij mevrouw de Sou. Ik wil hem zien. Hij is toch mijne, is hij niet? Is het al reden waarom je gekomen bent? Dus recht. Ik zie. Jezus, ben je lade, Pelle. Ik ga met haar trouwen. Kan ik maar aankomen? Bel mij morgen, André. Dan bespreken we die trouwrelings. Wat maak jij? Los, ik kan die goed. Maak dit mij doen. Goed, ik bel die politie. Wat denk je ermee? Ik maak hem droog. Geel meer. Geel ik een vaai, goed. Uit! Jouw lamzak, nat, lis. Weg is jij! Oh, was nog één woord. Uit, jouw keer beter is. Voor hem, yes. Louise. André, misschien is het beter als je gaan. Zit neer, mijn kind. Marius, dit is mijn kind en ik vat hem naar huis toe. Marius! Hart. Hij zal hospitaal toe moet gaan. Hij kan niet vervoer worden. Nie. Ik ga niet dood, niet, ga ik? Oh, nu nou al nieuw. Wanneer dan? Ons zal ons best doen, vrouw. Ik ga dood. Ik weet, ik kan zien hoe je van elkaar kijkt. Die medische beroep doen vandaag wonderen, oom. Wonderen. Ik moet hier niks, man, ik smeer. Nee, nou stil, oom, ontspan. Dat is nu zo aangaan, he. Is het zo, is het voorbij, dat het geweer het kom. Rustig nou, James, we moeten om niet ontstellen. Rustig. Jelle twee moet één ding vandaag voor mij zeggen. Jelle moet samen dat broertje groot maken. Beloof dat mij hier op mijn sterfbed. Hoor dat ik ga. Beloof mij dat. Louise. Marius, mijn oosje. Ja, ik beloof hem. Beloven. Ons beloven moest, Louise, nee. Bedoel je dat? Ons beloven, oom. Die kleine, hij schreeuw. Stel hem op. Maar ja. Hij maakt hier niks nieuw, oom. Is het al. En het is verhullen wat ik jou wil gezien. Kom hier, oom Billy. O kleine ramkat. Waar nog een dag met een lijkval van je beurt af? Naast iemand van je spil wat je heel goed.